Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we het hebben over hoe dat ik eigenlijk mijn YouTube-carrière ben gestart. Ik heb dat nooit verteld, hoe dat ik mijn YouTube-carrière eigenlijk ben gestart. Maar nu ben ik dus aan het bod gekomen om dat eigenlijk te vertellen. Ik heb dat in mijn eigen gedacht van, ik kan het ook vertellen hoe dat ik eigenlijk mijn YouTube-carrière ben gestart en hoe dat eigenlijk al gegaan is. De afgelopen jaren, het laatste jaar ben ik hard gegaan, dus dat is nu al een jaar ongeveer dat ik hard aan het gaan ben en ja, ik ben meer en meer aan het uploaden het laatste jaar. En dus wil ik uitleggen hoe dat ik eigenlijk begonnen ben met YouTube. Oké, het was dus in 2017 begon ik te denken, in het begin van januari begon ik te denken van, zou ik iets doen met mijn leven voor online te zetten? En ja, online zetten bedoel ik met online video's maken en online mijn online gebeuren eigenlijk te doen. Toen dacht ik, fuck it, ik doe het gewoon. Meer en meer video's kwamen. In het begin was het echt zo van, ja, een set YouTuber, omdat ik toen heel veel meemaakte die periode. En ja, het was niet de meest plezante periode om te starten, zal ik maar zeggen. Maar ik ben doorgegroeid. Ik heb dan ook gezegd tegen Sven dan, ik wil met YouTube beginnen, hoe pak ik dat aan. En dan zei ik gezegd, kom, we maken samen een video. Oké, we hebben dat gedaan. De video, ik weet niet of die nog online staat, ik denk het niet. Op mijn account wel, mijn kanaal wel, maar ik denk niet op Sven's kanaal. We zijn dus die video gaan beginnen maken. En we hebben een team opgericht toen, laat dat lang weg is. We hadden toen een team SEO opgericht, omdat we zeggen van, wij willen dat ook iets doen met ons leven. Dus we hebben doen dus team SEO. En ja, dat was een tijdje heel goed gegaan. Want wie zat erbij? Michael, Alexi en ik en Sven. En ik geloof dat Kevin er ook nog bij zat. Of iemand anders, ik weet niet meer. Maar dan was het eigenlijk allemaal een ruzie uit de hand gelopen. En ja, hebben we dat toch stopgezet. Het was niet van ons uit, maar het was uit iemand buitenstaander. En zo hebben we dan gezegd van, ja, we gaan het toch niet meer doen. We gaan toch zeggen van, we stoppen erbij. Oké, jaren gingen voorbij. Ik heb nog altijd blijven uploaden, nog altijd blijven video's maken, Sven ook. En dan is er een tijdje gekomen dat wij zeggen van, ja, en dat ik vooral gestreamd heb eigenlijk op mijn YouTube-kanaal. Niet echt meer geüpload heb. Niet echt meer talking video's gemaakt. Oké, dan heb ik mijn PC gekregen. Ben ik beginnen video's knallen. Knallen. Toen was er de dingen dat ik 3 of 4 video's de week op online zetten. Maar dat was ook niet echt de video's dat ik zeg van, ja, een goede editing en dit en dat. Dus heb ik besloten om, ja, toch beter editing te doen. Oké, maar dat is heel lang overgegaan. Toen heb ik nog een paar maanden echt zo slecht geëdit eigenlijk. En dan ben ik augustus vorig jaar, zijn we dan hier ingetrokken. Ik zeg van, ik ga mij een camera aanschaffen. Ik heb dan een camera aangeschaft een paar maanden later. En ik zeg van, ik ga leren editen. Editen zoals ik wil editen, we gaan dat leren. Oké, ik leer nu al mijn mic. Ik heb geleerd mijn mic te bewerken. Ik heb geleerd mijn FIFA video's met mijn mic, met mijn facecam en zo. Dus dat ik niet meer via OBS mijn facecam, mijn webcam in mijn facecam daar moet zetten. Dat ik gewoon met de webcam, alleen met de camera opneem, mijn facecam. En dan zo via de Sony Vegas dat dan. Zo mijn camera erin bewerkt. Ik heb nu ook een greenscreen. Ga ik veel meer gebruiken bij de FIFA video's. Dus dat greenscreen is nu even opgeborgen tot als een nieuwe FIFA uitkomt. En dan gaan we meer bewerken met greenscreens. Ja. Maar ik ben dus, vanaf vorig jaar ben ik dus eigenlijk beginnen met knallen. Daar heb ik 2 video's de week gepusht. Soms was dat eens 3 video's. Maar het merendeel was altijd op dinsdag en vrijdag een video. En als het op dinsdag of vrijdag geen video was, was het wel een stream. Ook gestreamd met OBS en Capture Card en zo. Dus ik heb al heel veel geld in YouTube geïnvesteerd. En ik vind dat ik er ook wel uithaal. Qua content haal ik het er wel uit, zal ik het zo zeggen. En ja, het is heel lang geweest dat ik gewoon zeg van, ik ga geen video's maken. En dan toch heb ik beslist van, ja, het is, je bent nu zo goed bezig. Je hebt 230 abonnees en je bent aan het grinden, je bent aan het hard aan het gaan. Waarom zou je nu stoppen met het dingen dat je zegt van, ja, ik wou niet stoppen, ik wou nooit niet stoppen. En ja, het gaat eigenlijk, ik hoop dat ik nog 10 jaar, nog 5 jaar kan doorgaan, dat ik al 10 jaar YouTube zit. En ja, het is heel hard om te zeggen, maar ja, het is gewoon een deel van mijn leven geworden. Ik kom thuis, ik douche me en ik begin een video op te nemen. Wat ik anders niet doe, wat ik anders daarvoor niet deed, dat was gewoon thuiskomen. Ah,
Ik zette mijn PlayStation aan of ik belde mijn vrienden. Nu is dat van, ha, ik kom thuis, ik begin een video op te nemen. Dag erna edit ik die, of zelfs dezelfde dag edit ik die nog. En dan probeer ik die online te zetten, dat ik, als ik op vakantie vertrek, dat ik zo een paar dagen niks moet opnemen of niks moet editen ofzo. En ik heb drie, vier maanden thuis gezeten. En in 4 maanden heb ik ook wel geknald voor YouTube. Dat was bijna elke dag een video opnemen, was die video niet goed. Discarden en gewoon opnieuw opnemen. En daar heb ik dus nu het ding van, ja, we editen zo goed, we zijn zo goed bezig met YouTube, waarom ga ik dat niet, eigenlijk, waarom wil ik dat niet eigenlijk doorzetten? Het is zo goed dat ik aan het bezig ben. Ik heb nu, als ik zeg, 230 abonnees. Ik ben zo hard aan het doorgrinden. Hopelijk komt er ooit eens een video online waarvan ik zeg van, ja, dat is hem, dat is een video dat viral gaat. En ja, ik weet, het is echt niet 100% dat ik zeg van, ja, waarom zou ik nu niet meer uploaden. En ja, ik heb momenten gehad dat ik zeg van, ja, nu ga ik even een pauze nemen, want ik wou die pauze ook niet nemen. Dus heb ik ook gezegd van, fuck it, ik neem die pauze niet, ik ben nu hard aan het grinden. Toen was het maar 1 video de week, maar toen was ik ook hard aan het grinden. En ja, waarom zou ik dan stoppen eigenlijk? Ik zeg van, kijk, ik heb nu mijn YouTube kanaal en ik wil dat graag doorzetten. Ik wil graag ook nog aan mijn tweede kanaal werken. Dat is Team Shannon Dylan. Dat is echt zo van, ja, waarom zou ik eigenlijk nog aan mijn hoofdkanaal werk ik ook sowieso. Mijn hoofdkanaal is dit kanaal waarop deze video komt. En ja, mijn hoofdkanaal, dat is echt nog heel goed. Ik heb ook een tweede kanaal. En daarop upload ik heel veel tegenwoordig. En alleen niet heel veel, laat ik het zo zeggen. Als ik bij Sven ben, proberen we echt video's te maken. Dan wil ik zeggen van, ja, we moeten die video zeker maken dat we toch content hebben voor dat kanaal. En nu ook. Nu zit ik echt thuis. Alleen nu is het vrijdag. Ik zit thuis. En ja, ik zeg het. Ik ben aan het knallen. En niemand kan mij daarvan zeggen dat je niet aan het knallen bent. Want echt, ik voel het zelf ook. Het is een deel van mijn leven geworden. En ik word nog niet herkend op straat. Spijtig genoeg. Maar kijk, het hoort erbij dat ik ga editen en ga knallen voor YouTube. En dat knallen voor YouTube, oké, ik doe dat heel graag. Begrijp me niet verkeerd, ik doe dat heel graag, knallen voor YouTube. Ik heb zelf gezegd van, oké, ik ben YouTuber, ik moet dat gaan doen. Ik heb er regie voor, ik heb er studiolampen voor. En ja, dat is eigenlijk mijn doel geweest om zo met YouTube bezig te zijn. Oké, het was misschien een minder doel, alleen minder dingen doel van, ja, waarom. Allee, vroeger was dat niet echt aan de orde. Thuis, dus toen werd ik heel de tijd gestoord. En nu heb ik eigenlijk zo mijn eigen space waarin ik zoveel mogelijk kan doen. Ik heb er echt alles voor mijn YouTube. En kijk, ik doe het graag. Dat is mijn deel van deze video. Ik doe het heel graag. En ik ben heel blij dat ik gestart ben met YouTube. Want ik heb er heel veel mensen door leren kennen. Ik heb er heel veel vrienden door leren kennen door YouTube. En ja, het zijn vrienden voor het leven geworden. En ja, heel veel vrienden zijn trots op mij van, kijk, je doet dat goed, je doet dat heel goed. En ja, dat doet me wel iets. Ik heb er Brent door leren kennen, ik heb er Alexi door leren kennen. Alexi is nu wel gestopt met YouTube, maar ik heb er Brent door leren kennen en zo. En ja, het is echt wel een tof gegeven dat je de vrienden door leert kennen. En ja, dit is eigenlijk wel het moraal van mijn doel eigenlijk geweest. Door meer naamsbekendheid te creëren, door meer vrienden te creëren. En ja, vrienden met dezelfde interesses, zal ik het zo zeggen. Dus dat was eigenlijk mijn doel van starten met YouTube. En waarom ben ik gestart met YouTube? Dus nu hebben jullie het hele verhaal waarom ik gestart ben met YouTube. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronald Dillon. Ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. En dan zie ik jullie guys dan. Bye bye!